Weet je wat ik nou verbazingwekkend vind? Marketingterminologie van tegenwoordig. En alles wat maar via marketing verkocht kan worden. Terwijl men eigenlijk de grootste onzin uitkraamt. Twee concrete voorbeelden. Allereerst Red Bull Zero. Dat is een energiedrankje zonder energie. En mensen kopen het ook nog. Want ja, ik moet op mijn gewicht letten. Moet ik ook, maar ik moet geen energie binnenkrijgen, maar ik wil wel energie. Daar klopt iets niet. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar er zit ook cafeïne en taurine en zo in. Maar dat heeft een zo minimale impact. Wat het energiedrankje vooral heeft, is energie. En op het moment dat je dan met Red Bull Zero komt, ja, ik vind het onbegrijpelijk en verbazingwekkend dat mensen daarin trappen. Ook zoiets moois, in de cosmetica heb je tegenwoordig anti-aging. Anti-aging? Volgens mij is er maar één manier om te anti-agen en dat is doodgaan. Dat is de enige manier waardoor je namelijk niet meer ouder wordt. En wat is er in vredesnaam mis met ouder worden? Ouder worden heeft zijn eigen schoonheid, heeft zijn eigen waarde. Waarom hebben we het in vredesnaam over anti-aging? Alsof ouder worden iets minder waardigs is. Dus laten we eens een keer ophouden met het intrappen in al dat soort marketingterminologieën. En ieder bedrijf wat er gebruik van maakt, laten we die gewoon links liggen. Dan beginnen ze vanzelf weer in normale mensentaal te praten. Hi, bedankt voor het kijken naar mijn YouTube filmpje. Vond je het de moeite waard? Deel het dan met je vrienden. Wil je me blijven volgen? Klik dan daar op het grote hoofd om je te abonneren. Of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.